Het lukt niet. Ik krijg mijn ring er niet uit. Nee. Wacht. Oh, jullie zijn er al. Ik heb hulp nodig. Mijn ring zit klem tussen de leuning en de zitting. Ik krijg hem er niet uit. Ik ben bang dat mijn handen te groot zijn. Waren ze maar kleiner. Oh, daar ligt hij. Gelukkig maar. Ziezo. Kijk. Ik doe hem om. Prachtig, hè? Vind je ook niet? En dan is het nu... tijd om te zien welk verhaal het boek vandaag voor ons heeft. Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, zo ver als je kunt reizen, begint het verhaal van vandaag. Duimelijntje. Duimelijntje is het kleinste meisje van de klas. Alles aan haar is klein, teer en schattig. Haar grote neef heeft bij haar gespeeld en hij heeft er een puinhoop van gemaakt. Duimelijntje vindt het niet erg om op te ruimen, maar hij heeft haar lievelingspop op een heel hoge plank gegooid. Soms wenste ze dat ze een klein beetje groter was. Zelfs als ze op haar tenen gaat staan, kan ze nog niet bij de pop. Duimelijntje is heel verbaasd als ze een klein stemmetje een rijmpje hoort opzeggen. Hier is iedereen even klein. Dit is de plek waar ik wil zijn. Hier kunnen we werken en spelen. Dit land gaat me nooit vervelen. Oh, dat klinkt als een heerlijke plek. Maar dat is vreemd. Het stemmetje komt uit het muizenhol. Duimelijntje buigt haar hoofd ernaartoe om te luisteren. En dan gebeurt er iets heel vreemds. Het kleine muizenholletje wordt steeds groter en groter en groter, tot het net groot genoeg is om er doorheen te kruipen. Aan de andere kant van het muizenhol voelt Duimelijntje zich nog kleiner. Alles is reusachtig. In dit vreemde land zijn paddenstoelen en bloemen enorm hoog. Enthousiast gaat Duimelijntje op onderzoek uit. Ik moet wel heel klein zijn als deze bloempot zo groot is, denkt Duimelijntje. In de bloempot woont een musje. Duimelijntje vindt dat het er heel gezellig uitziet. Maar in de winter is het koud, zegt de mus. Ik heb geen deur om de koude wind buiten te houden. Gelukkig heeft Duimelijntje een heel goed idee. Voorzichtig klimt ze bovenop de paddenstoel. Dan plukt ze bloemblaadjes van een reusachtig madeliefje. 1, 2, 3. Dat moet genoeg zijn. Duimelijntje helpt de mus om de bloemblaadjes 1 voor 1 op te hangen, om zo een deurtje te maken voor zijn bloempothuisje. De mus is heel blij. Zijn nieuwe deur is perfect. Maar voordat hij haar kan bedanken, wordt Duimelijntje gegrepen door een reusachtige pad. Hij springt er vandoor met Duimelijntje onder zijn arm geklemd. Waar brengt u me naartoe? Vraagt Duimelijntje, terwijl ze probeert zich los te wurmen. Mijn zoon heeft een speelkameraadje nodig,
kwaakte Pat. En jij leek me wel geschikt. Arme Duimelijntje is erg van streek. Ze wil helemaal niet met een slijmerige Pat spelen. Een vriendelijke veldmuis hoort haar huilen. Ze rent dapper rondjes rond de Pat, tot haar lange staart om zijn enkels gewikkeld is. De Pat struikelt. Hij valt met een plof op de grond. Duimelijntje is eindelijk vrij. De veldmuis pakt haar hand en samen rennen ze hard weg. Maar de Pat komt hen achterna. Duimelijntje springt op een waterlelieblad. De veldmuis snijdt het los. Ze drijft ermee op de stroom weg van de akelige Pat. Hij stampt met zijn voeten. Hij is woedend dat ze ontsnapt is. Wat een geluk dat ze ontkomen is. Maar Duimelijntje heeft nog nooit op een waterlelieblad gedobberd. Ze wiebelt en wiebelt en valt bijna in het water. Dan gaat ze in het midden zitten en houdt zich stevig vast. Nu kan ze van het tochtje genieten. Duimelijntje ziet allerlei bijzondere dingen tijdens haar tocht. Kijk, een reusachtige garenklos. En een enorm muntstuk. Zelfs een slak lijkt gigantisch voor de kleine Duimelijntje. Plotseling wordt het water erg wild. Duimelijntje wordt heen en weer geslingerd op de golven. Ze klampt zich vast. Dan hoort ze het vreselijke geluid van neerstortend water. Dat moet een waterval zijn. Ze grijpt een takje uit het kolkende water en peddelt zo hard als ze kan. Maar het heeft geen zin. De golven zijn te hoog. Het takje breekt in tweeën. Maar Duimelijntje mag het niet opgeven. Ze pakt een nieuw takje en peddelt harder en harder. Maar het water stroomt steeds sneller en sneller. En de waterval komt steeds dichterbij. Wat is dat voor geluid? Het is de mus die met zijn vleugels flappert. Hij plukt Duimelijntje net op tijd van het waterlelieblad. Het blad glijdt van de waterval en verdwijnt in het woeste water beneden. Ik heb je overal gezocht, zegt de mus. Jij hebt mij geholpen, dus nu wilde ik jou helpen. Duimelijntje is zo blij dat ze eindelijk veilig is. Ze zweven door de lucht, hoog boven het bos. Maar Duimelijntje heeft het ijskoud. Ze is drijfnat. De mus vliegt zo snel als hij kan terug naar zijn huisje. Arme Duimelijntje bibbert en klappert met haar tanden. De aardige mus geeft haar een vingerhoedje warme melk om op te warmen. De veldmuis komt aanrennen door het bos. Eindelijk heb ik je gevonden, zegt ze. Ik ben zo blij dat je veilig bent. Maar Duimelijntje heeft het nog steeds heel koud. Haar kleren zijn drijfnat. Gelukkig heeft de mus een goed idee. Hij haalt zijn naaispullen. We zullen een fijne, warme jurk voor je maken, zegt hij. De mus meet Duimelijntje op, zodat haar jurk precies past.
Dan zoekt de veldmuis de mooiste lapjes bij elkaar. Die naait ze zorgvuldig aan elkaar om een mooie jurk te maken. Wat een prachtige jurk hebben de mus en de veldmuis voor Duimelijntje gemaakt. Hij past haar precies. En hij is lekker warm en droog. Heel erg bedankt voor de prachtige jurk, zegt Duimelijntje. Nu je je weer beter voelt, zegt de mus, kunnen we een spelletje spelen om het te vieren. Ze spelen Duimelijntjes lievelingsspel. Verstoppertje. Het is makkelijk om een goede verstopplek te vinden als je zo klein bent. Veel te snel is het tijd voor Duimelijntje om naar huis te gaan. Ze neemt afscheid van haar nieuwe vrienden en kruipt dan door het muizenhol. Duimelijntje is heel blij dat ze weer veilig thuis is. Wat een avontuur heeft ze beleefd. Misschien is het toch niet zo erg om klein te zijn, zegt ze. Duimelijntje zet haar speelgoedkist onder de plank. Nu is ze groot genoeg om haar pop te pakken. En kijk, de pop heeft Duimelijntjes kleine lapjesjurk aan. Ziet ze er niet beeldschoon uit? Ziezo. Ik denk dat het boek nu echt even tot rust moet komen. Want het is al meer dan 100 jaar oud. Of je nu groot of klein bent, als je maar een goed hart hebt. Dat is waar het om gaat. Dus ik zeg, tot de volgende keer. Dan zie ik je bij een nieuw Boomerang-verhaal.